Welkom bij de locatiekeuring bij stal Sipma in Rottum. Gelukkig is het droog geworden. We hebben een mooi zonnetje erbij. Er is wel veel wind. We zijn begonnen met het eerste veulen, catalogus nummer 1, hengstveulen. Een hengstveulen met veel front, met een opstaande hals. Een veulen die wat bouw betreft op dit moment iets overbouwd is. En iets sterker zou ze mogen zijn in de rug. Wel hoogbenig. Beschikt over droog beenwerk. Stapt opvallend goed met veel lichaamsgebruik en ruimte. In de draf blijft het veulen een beetje op de voorhand draven. Krijgt vandaag een tweede premie. Result of this fall, a second premium.
de uitslag van hengstveulen nummer 2. Het is een hoogbenig, goed ontwikkeld veulen met een opvallend edel hoofdje en ook een hele mooie halsvorm. In de bouw zou de rug misschien nog iets sterker mogen. Beenwerk heeft goede kwaliteit. Achterbeen is een fractie sabelbenig. De stap heeft voldoende takt en ruimte. In draf laat hij veel functionaliteit zien. En daarom krijgt hij een eerste premie. Ja. Premium. Result of foal number 2, a first premium.
Hengstveulen nummer 3 is een veulen met een sprekend hoofd. De halsvorm zou iets mooier mogen zijn. Het veulen is hoogbenig en voldoende ontwikkeld en heeft ook eigenlijk op dit moment een goede romprichting. In de stap heeft hij voldoende ruimte. Soms wordt hij haast wat te ruim, waardoor hij wat taktverlies heeft. De draf is lichtvoetig, maar mag hij meer schakelend vermogen tonen. Hij krijgt een tweede premie. Result of foal number 3, a second premium.
4. Is een veulen met weer een hoofd met veel expressie. De hals zou een fractie lichter mogen zijn. Het veulen is hoogbenig met een goede romprichting. Zou iets sterker in de bovenlijn mogen zijn. Schouder ligt er wel mooi in. Het kruis is vrij hellend. Veulen heeft goede kwaliteit beenwerk. De beenstanden en de bewegingsafloop zouden wat correcter mogen zijn. De stap is voldoende en in draf zou meer van achterdoor mogen komen. Veulen krijgt een derde premie. Result of number 4, a third premium.
zijn verder gegaan met de Merrie Veulens. Catalogus nummer 5 is een goed ontwikkeld, een royaal ontwikkeld veulen. Veulen met een sprekend hoofd. In de bouw is hij hoogbenig en lang gelijnd, maar op dit moment heeft hij een neerwaartse romprichting. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Achterbeen is een fractie sabelbenig en nauw. In zowel de stap als de draf willen we graag meer lichaamsgebruik zien. Het veulen krijgt een derde premie. Result of number 5, a third premium.
Gaan we verder met merrieveulen nummer 6. Is een zeer aansprekend rastypisch veulen. Met een hele mooie voorhand. Ook hoogbenig en goed ontwikkeld. Zou misschien een fractie sterker mogen in het middenstukje. Benenwerk heeft voldoende kwaliteit. De voorbeenstand die mag correcter en dat zie je ook terug in de bewegingsafloop. In de stap zou het veulen meer takt mogen tonen. De draf daarentegen heeft veel lossigheid, is opwaarts. Veulen krijgt een tweede premie. Result of number 6, a second premium.
Merrie Veulen nummer 7. Veulen met veel rasuitstraling, heel sprekend hoofdje. Veulen die goed ontwikkeld is, maar misschien in totaliteit iets lang gelijnder zou mogen zijn. Voldoende kwaliteit beenwerk. Achterbeen is wel vrij sabelbenig en is ook wat week gekoot op dit moment. De stap is voldoende takmatig en ruim. In de draf toont het Veulen voldoende houding, maar zou het achterbeen meer onder de massa mogen plaatsen. Ze krijgt vandaag een tweede premie. Result of number 7, a second premium.
eerste groep Veulenboekmerries voor stamboekopname met catalogus nummer 8, een vierjarige merrie. Merrie die iets royaler in de rasuitstraling zou mogen zijn. Merrie die voldoende hoogbenig is, een goede romprichting heeft, iets strak in de bovenlijn is. Beenwerk zou iets meer kwaliteit mogen tonen, het achterbeen is vrij recht gesteld. De stap heeft voldoende ruimte, maar zou iets beter mogen aansluiten. In draf heeft de merrie voldoende zweefmoment, maar zou ze meer lichaamsgebruik mogen tonen en het achterbeen meer onder de massa mogen plaatsen. Ze wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Result of number 8, she is accepted in the studboek.
Belgisch nummer 10. Is een merrie met veel behang, voldoende sprekend hoofd, iets zwaar in de hals. Merrie die in totaliteit iets modernere opdruk zou mogen hebben. Merrie heeft een stijlschouder, de rug zou wat sterker mogen, wel hele sterke lendenpartij. Het kruis heeft voldoende lengte, maar is vrij hellend. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Voorbeenstand zou iets correcter mogen. In de stap zou de merrie meer lichaamsgebruik mogen tonen en mag ze af en toe ook wat meer takt tonen. In de draf zouden we graag ook wat meer souplesse zien. De merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Result of number 10 accepted in the studbook. Ja, in deze eerste groep Veulenboek-merries hebben we 3 merries gekeurd. De nummers 8 en 10 zijn opgenomen in het stamboek. En catalogus nummer 9 is teruggekomen voor primering. Het is een merrie met een sprekend hoofd, met een iets zware hals. Merrie heeft een voldoende sterke bovenlijn. Het schouder is een fractie stijl. Het kruis is een fractie hellend. Merrie heeft voldoende kwaliteit beenwerk. In de stap sluit ze voldoende aan, mag ze meer lichaamsgebruik tonen. De draf heeft voldoende zweefmoment en voldoende lichaamsgebruik. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Result of number 9 accepted with a 3rd premium.
merrie nummer 12 is een merrie met een sprekend hoofd. Met ruim voldoende behang. Een iets zware hoofd-halsverbinding. In totaliteit zou ze iets langgelijnder mogen zijn. Ze beschikt over een royale schouderpartij. Het kruis is vrij hellend en we zouden de aansluiting graag sterker zien. En dat zien we eigenlijk ook een beetje terug in beweging. Zowel in de stap als in de draf mag ze meer door haar lichaam bewegen. De merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Result of number 12, accepted in the studbook, no premium.
Dat is nummer 13. Is een merrie met een sprekend hoofd, voldoende behang. Merrie die wat klassiek aandoet. En iets gerekt is. Merrie zou meer kwaliteit in het beenwerk mogen tonen. Ook de standen kunnen wat correcter. En helaas kunnen we deze merrie vandaag niet opnemen, omdat zowel de stap als de draf meer takt kunnen tonen. Dus de merrie blijft vandaag veulenboek. Result of number 13 stays in the foalbook. In deze rubriek mag catalogus nummer 11 terugkomen voor primering. Is een robuuste merrie die misschien iets meer uitdrukking in het hoofd mag hebben, wel heel veel behang heeft. Merrie met een goede bovenlijn en voldoende romprichting. De merrie stapt ruim en fijn door het lijf. In draf toont ze een goede techniek. De merrie heeft ook een goede IBOP met 2 zevens op stap en draf, maar die heeft ze niet nodig gehad om vandaag ster te worden verklaard met een tweede premie. Gefeliciteerd. Result of number 11, she is accepted in the studbook and declared star with a second premium.
We zijn verder gegaan met de driejarige veulenboekmerries. Catalogus nummer 14 is een merrie met een sprekend hoofd, die iets lichter in de hoofd-halsverbinding zou mogen zijn. Merrie die een erg strakke bovenlijn heeft. Het kruis zou meer lengte mogen hebben. Beenwerk zou iets meer kwaliteit mogen tonen en de voorbeenstand is beervoetig. De stap mag meer tak tonen. De merrie waardeert zich wel op in draf met veel techniek, voldoende balans en zweefmoment. De merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Voor een hogere waardering moeten stap en beenwerk meer overtuigen. Result of number 14, she is accepted in the studbook, no premium.
uitslag van catalogus nummer 17. Is een 3-jarige merrie die voor haar leeftijd wel wat meer jeugduitstraling mag hebben. Merrie die veel behang heeft. Een voldoende sprekend hoofd. Wat zwaar is in de hoofd-halsverbinding. En ook de hals is wat zwaar. En de merrie heeft wat onderhals. Merrie zou iets sterker in de bovenlijn mogen zijn. Beenwerk mag iets meer kwaliteit hebben. In de stap zouden we graag wat meer takt en ritme zien. De draf, daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. De merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie. Result of number 17, she is accepted without a premium. In deze rubriek driejarigen, vier merries. Nummers 14 en 17 zijn opgenomen in het stamboek. En deze beide merries zijn teruggekomen voor primering. Catalogus nummer 15 is een merrie die iets sprekender in het hoofd zou mogen zijn. De hoofd-halsverbinding zou ook wat lichter mogen. En de merrie heeft een lichte onderhals. De merrie is correct gebouwd met een sterke bovenlijn. Merrie heeft voldoende droog beenwerk en royale hoeven. De stap heeft voldoende takt en ruimte. Voormeestand kan wat correcter. In de draf heeft de merrie voldoende zweefmoment, maar ze mag meer doortreden met het achterbeen. En ze blijft ook wat strak in die bovenlijn. Ze wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. En dan catalogus nummer 16 is een merrie met een voldoende sprekend hoofd, ruim voldoende rasuitstraling, merrie die goed in verhouding gebouwd is, die het kruis misschien wat meer lengte mag hebben, voldoende droog beenwerk heeft, het achterbeen is vrij sabelbenig, de stap is takmatig, sluit goed aan. In draf heeft de merrie een voldoende ondergebracht achterbeen en toont ze souplesse. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. Gefeliciteerd. Results of this group. Number 14 and 17 are accepted in the studbook, no premium. Number 15 is accepted with a third premium. And number 16 is accepted and declared star with a second premium.
Ja, we hebben de presentatie van de Veulenboekhengst in hebben we beëindigd omdat het te gevaarlijk is om die hengst te beoordelen. En dan komen we hiermee aan het einde van de locatiekeuring bij je familie Sipma. Net voordat de donkere luchten hier aankomen, we wensen u een fijn weekend en tot een volgende keer.